Wie wint hier de Pinocchio Award? Is het Faber of Veldwijk als het gaat om de invalbeurt van gisteren? Ja, dat is een beetje onduidelijk, hè? Maar die hele technische staf die staat dan aan Faber zijn kant. Dus ik zie hem ervoor aan om inderdaad niet te willen invallen. Ik kan me dat ook nog wel voorstellen, hoor. Als je een half uur warm moet lopen en je moet nog een paar minuutjes invallen, dan als je een beetje kracht er in je flikker hebt, dan zeg je, joh, ga er lekker Johan, zelf in. Wat jij zegt, die Weber, die gaat er in de 91ste minuut in. Dan word je alleen maar ingebracht om tijd te rekken. Dan zeg je toch, joh, zoek het lekker uit. Pak daar een jongen van 17 voor. Ja, dat is ook zo. Rot lekker. Alleen met die Veldwijk het probleem natuurlijk, die is gekomen. Dat was de eerste grote aankoop van Ron Jans, die hem kende van Pek Zwolle. Mm-hmm. We kenden hem al eerder, hij is in Engeland ook mislukt. Het is natuurlijk een hele beperkte jongen die niet... Maar Pek deed hij niet zo slecht, toch? Nee, zei, nee, heeft hij een goede periode gehad, maar het is een hele beperkte spits. In Groningen bakt hij er niets van. Daarbij heeft hij een of andere ex-mis... Die in Amsterdam. Monica Geuze, dat is ze. Ja, Popster, hè? Ja. Ja, die schijnt heel belangrijk te zijn. Maar die woont in Amsterdam en hij rijdt, geloof ik, iedere dag heen en weer. Dus zijn hoofd staat niet helemaal bij FC Groningen. Hij was ook al betrokken bij die ruil met die Mahi. En dan hebben een hele hoop mensen, want Groningen heeft dat zo gecommuniceerd dat je wel partij moest kiezen voor Veldwijk. Ja, maar het ging over het verhaal dat hij met zijnzelfde vriendin dus ook overvallen zou zijn na een bezoek aan het casino. Dat er nogal wat dreiging was bij geweest met een pistool en zo, geloof ik. En dat Mahi er iets over gezegd zou hebben. Ja, dat was het precies. Verhaal. Maar kijk, hij is doorlopend met dit soort dingen in het nieuws. En bijvoorbeeld laatst werd hij weer bij de heren van Amstel gesignaleerd met die juffrouw, weet je wel, een dag voor de wedstrijd. Vrienden van Amstel. Of vrienden van Amstel, ja maar al dat soort flutfeesten, die kan ik allemaal niet elkaar ben je niet houden. Geweest dit jaar? Nee? Je gaat liever naar Grollo toe naar het Bluesfestival, hè? Nee, dat gehos. Of met rollators in Ahoy. Dat gehos. Ja. Al die flutbandjes en Beatrice en dan... Ja, je bent wel voorspelbaar wat dat betreft. Er zit best lekkere nummers bij natuurlijk. Maar desalniettemin, jij vindt dus dat helemaal niks is wat die jongen laatst net dan doet. Nou, die jongen die stelt zich niet als een professional op van een club in nood. Nee. Dus ik hoop ook... Kijk, voor Ron Jans is dit pijnlijk, want die heeft hem geadviseerd. Kapitaalsvernietiging. Hij kan nu nog naar Polen, Noorwegen. En ik geloof dat die 2020 legt die vast. En dan moeten ze hem ergens slijten waar nog spelers gekocht mogen worden. Maar ik kan me voorstellen dat ze in Amerika zeggen Veldwijk. Hoe de hel is Veldwijk? Ja.